Dames van 14 en 15 lap nadoen. Je zou haar denken van niet. We gaan haar nu voorstellen. De Weijrijders, Lotte van de Wiel. FCC Nuland, Lotte van Zandvoort. Flying Bikes, Nadine van de Scheur. Flying Bikes, Rosalie Mostert. Afkomstig van BMX Apeldoorn, Simone Hissing. We gaan naar de eerste outsider van vandaag, Susanne Jagersma. De Heideclub vanaf baan nummer 1, Floor Goossens. En natuurlijk de Nederlandse, de Europese kampioen, Mabel Racing namens de Heideclub uit Friesland, Wietske Bloemhoff. Ladies 14-15. Ja, wie stopt Wietske Bloemhoff? Dat kan haast niet, dat kan haast niet. Dan moet ze al ergens een fout maken onderweg, want ze is zoveel beter dan alle dames van deze leeftijd die wij in Nederland hebben. Kijk, ze zijn rijdt daar al mooi, jumping away. Dat was de opdracht, denk ik, voor vandaag. Zoveel mogelijk wilt je springen en kijken of je dat springen onder controle kan krijgen. Want zij traint natuurlijk niet voor de baan hier. Zij traint voor een supercross race in Papendal. Maar neem van mij aan, als zij straks junior is, dan gaan we haar daar zien. Wij gaan de strijd op plek 2 volgen. Floor Goossens, zij zit op die derde positie, want het is weer Nuland met een hele sterke finale. Lotte van Zandvoort, maar ze komt al over de finish. Ze ligt bijna compleet rechtstuk voor. Applaus voor deze dame uit Friesland, Wietske Bloemhoff.